nu mee via live.pelgrimscode.nl en maak kans op je eigen pelgrimsreis. Hier in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, het eerste christelijke land van Afrika en misschien wel van de wereld, wordt het startsein gegeven van de derde reeks van de pelgrimscode. Volgens de Ethiopiërs werd hun land zo'n 3000 jaar geleden op de kaart gezet door de mysterieuze koningin van Sheba. Volgens het Oude Testament zou deze koningin vanuit haar machtige rijk aan de bron van de Nijl een reis hebben ondernomen naar Jeruzalem om er de legendarische Salomo te ontmoeten, de koning der Israëlieten. Tien bekende Nederlanders doen deze reis over en gaan op avontuur in het Ethiopië van vandaag. Een adembenemend mooi land met eeuwenoude tradities en waar hard wordt gewerkt aan een toekomst. Voor vele Ethiopiërs is het leven hard, keihard. En het zal niet lang duren voordat de 10 pelgrims die deze uitdaging aangaan dat aan hun lijve zullen ondervinden. Welkom bij aflevering 1 van de Pelgrimscode. 10 bekende Nederlanders strijden voor de som van 10.000 euro voor een goed doel. Waar moeten wij heen? Kom op, even doorlopen! Dat geld zit verborgen op 6 heilige plaatsen, verspreid over Ethiopië, het eerste christelijke land in Zwart-Afrika. Op elke plaats strijden 2 teams om het bezit van een geheimzinnige cryptex. Kom niet lullen, gauw! Okay. Je bent echt heel slecht bezig. Ik kan niet meer. Maar slechts 1 kandidaat kan de inhoud van de cryptex buitmaken. Yes. Wil je heel graag die goudstaaf vinden? Degene die de pelgrimscode weet te kraken. Ik zal jou krijgen, heks. Wie slaagt erin de hele reis aan boord te blijven? Ik ga jou vrijstellen. Hier is een complottheorie, hè? Wie houdt zich staande tot in de heilige stad Jeruzalem? Het einddoel van deze indrukwekkende pelgrimstocht. En elimineer me nou nog maar eens een keer. Dat is echt helemaal goed. Ja, je moet overal kijken. En wie verdient de 10.000 euro om aan een goed doel te schenken? Dat kan niet. Wat was dat? Een iets wat versleten bus dropt de 10 BN'ers in de buurt van de Elias en Raguelkerk, bovenop de meer dan 3000 meter hoge Entoto-berg. Het is een Ethiopisch-orthodoxe kerk. Ruim 3/4 van de Ethiopiërs zijn volgelingen van deze kerk. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Op een plek achter de kerk zullen de pelgrims de nacht doorbrengen. 2 orthodoxe priesters verwelkomen hen. Al meteen valt op dat politicoloog Monique Samuel als enige van de groep de 2 priesters geen hand geeft bij de kennismaking. Ik ben christen, ik geloof echt in God en ik geloof in Jezus Christus. En ik heb wel eigenzinnige, vrije ideeën soms daarin. En ook over wat ik denk dat God goed en fout vindt en dergelijke. Maar in mijn hart ben ik echt een christen. Dus zodra ik een christen tegenkom, voel ik onmiddellijk een zuster- en broederband. En ook als ik bij zo'n kerk kom, ik zie zo'n priester. Ja, ik ben in staat om zijn hand te kussen. Ik ben dat gewend uit de Kopts-Orthodoxe kerk. Alleen omdat iedereen daar al stond een handje te geven, heb ik het niet gedaan. Dus ik heb alleen een kleine buiging gemaakt. Ik heb niet zijn hand geschud, want dat hoor je niet te doen bij een orthodoxe priester. Let's go. Let's go, ja. Yeah. Oké. Okay. We gaan kamperen, denk ik. Are you gonna camp in a tent? Mm-hmm. Are you gonna camp in? You can plant a little tent, yeah. Oh, it's cold. Yeah, it's cold. Yeah, it's cold. Now I'm gonna pray all night in the church, okay? Because I think it's warm there. Yes, yeah, sure. I will stay in it too. Okay. Langzaam wordt het de kandidaten duidelijk dat het geen 4-sterrenhotel is waar ze naar op weg zijn. We gaan echt helemaal de bush in. Oh jongens, het is wat. Ik ben echt benieuwd waar we naartoe gaan. Oh, het stinkt echt. Midden in het bos neemt de deken afscheid van de pelgrims en geeft hen een belangrijke boodschap. Good luck. Thank you. Good luck. We'll need it. Thank you very much. Er staat iets in een brief. Beste pelgrims, welkom in Ethiopië. Op deze plek begint jullie avontuur. Jullie zullen ondergedompeld worden in de tradities en gewoonten van de Ethiopische bevolking. Voor een groot aantal lokale vrouwen biedt dit bos een bron van inkomsten.
brandhout, een product dat ze voor een schamel bedrag aan de rand van de stad verkopen. Als eerste opdracht gaan jullie aan deze hardwerkende vrouwen een voorbeeld nemen. Jullie gaan brandhout verzamelen en verkopen. En wie daar het meeste mee verdient, begint met een mooi voordeel als we straks van start gaan met de derde pelgrimscode. Succes! Maar we moeten het apart verkopen of als groep? Ik denk dat... Wie daar het meeste mee verdient, begint met een mooi voordeel. Dat is dan toch individueel. Ik denk, ja, als je dat zou kunnen winnen, dan kan je misschien al gelijk door naar de volgende ronde. Dus ik dacht, ja, ieder voor zich. Let's go. Mix them attack. Ik ga alleen. Ik ook. Ik ga alleen. Ik ga met Bert. Ja. Nou, ik weet niet precies wat me te wachten staat. Nou ben ik wel, wel fit hoor. Ik bedoel, ik ben niet kreupel. Maar het wordt wel een dagje ouder. Ik laat gewoon de dingen op me afkomen. Let's go. Let's go. Ja. Ja. De bewoners op de Entotoberg leven van de verkoop van brandhout. Houtsprokkelen is een erg zware taak die alleen door de vrouwen wordt uitgevoerd. De verkoper van brengt maar net genoeg geld op om te kunnen overleven. Sorry, man. Hey, wacht jij eens eventjes, Kuizinga. Can I ask you how many beer for one? This? 15. 15? 100 was? Nulletje eraf, 10 was 5 euro. 75 cent. Dat is een paar cent. Voor 75 cent kunnen ze één grote bundel verkopen. Alleen zijn de opkopers aan de rand van de stad beruchte onderhandelaars. Maar aan onderhandelen zijn de kandidaten nog lang niet toe. Ik had deze opdracht nooit verwacht. En één keer zo, bam, erin. Het is echt een complete duik in Ethiopië eigenlijk. Leerrijk. Oh, jongens, oh mijn hemel. Wat ben ik blij dat ik in Nederland ben geboren. Dank u, God. Dit is best wel echt pijnlijk voor je ruggengraat. Zo, dit is zwaar, jongens. TV-presentator Bert Kuizinga wil zich meteen bewijzen in deze fysieke opdracht. Goed, Bert. Jongens, de mazzel. Ik wilde als eerste weg eigenlijk. Niet dat dat de opdracht was, maar ik wilde een statement maken. Ik ben een van de oudsten en ik dacht, ik moet me gelijk profileren. Ze moeten zien dat ik sterk genoeg ben om de rest eruit te lopen, zeg maar, met een bos hout. Ik heb alleen te veel van het zware hout erin gestopt. Met een pak hout van ruim 20 kilo op de rug moet de 6 kilometer lange weg naar de markt te voet worden afgelegd. Voor de vrouwen van Entoto is dit dagelijkse kost. Maar om 10 BN'ers hun werk te zien doen, is voor hen een heel spektakel. Deze mensen die stonden maar eigenlijk alleen maar uit te lachen. Die hadden volgens mij nog niet zo vaak witte mensen gezien met een bos hout in hun nek. Die zweetend en hijgend, slingerend, alsof ik een fles cognac op had van die berg afging. De mensen zijn allemaal onderweg zo enthousiast. Allemaal, oh, you're good, you're good. Als ik hiermee loop, mag ik hopen dat ze die vrouwen hier, die dit iedere keer doen, iedere dag, dat ze die ook iedere dag zeggen, you good, you good. Want die vrouwen hier, wow, die zijn goed. Het is geen lichte proef vandaag, om mee te beginnen. Als dit staat voor wat we nog de komende weken nog te verduren krijgen, dan ben ik bang dat ik als een van de eerste in het vliegtuig zal zitten. Ook actrice Marianne Mudder heeft het zwaar. Niet alleen het pak hout is een grote last op haar schouders. Ze heeft ook een paar persoonlijke hang-ups die ze tijdens deze pelgrimstocht van zich af wil schudden. Ja, hoe ik het aan ga pakken weet ik nog niet. Eerst maar eens daar aankomen. Dat lijkt me al een hele klus op zich. Dan bedenk ik wel iets, een plan, hoe ik dat aan ga pakken. Ik weet niet wat ik aantref. Ik ben geen verkoper. Daar ben ik gewoon niet goed in. Ook in mijn eigen leven niet. Wat dat betreft is het altijd wel, ik kan snel geïntimideerd raken door een groep. Dan gebeurt er zoveel en dan kan ik soms een beetje overweldigd raken. En dan, nou, dat is niet altijd even goed voor mijn prestatie. Ik heb me voorgenomen om te kijken of ik dat nu kan ontwikkelen. Of ik mezelf wat steviger neer kan zetten en mezelf niet zo snel laat wegblazen. Maar of dat lukt, dat weet ik niet.
De joviale tv-presentator Bert Kuizinga komt, zoals gepland, als eerste aan op de houtmarkt. How much? 20? It's very heavy. Here. Yeah, it's very heavy. Even wacht, kust, ben even bezig. Oké. That's all? How much? Oh, come on. How much? No, it's too... Oh, be careful. I don't do it for this. Maar op deze markt wordt het spel bepaald door de ervaren opkoopsters en hun jarenlange ervaring in hard onderhandelen. No. This? No. Oh, really? No. 15. I need 20. Kom even. This is the best quality of wood. Ze dachten, als ik als eerste aankom, dan kan ik snel onderhandelen, kan ik snel geld verdienen. En dan zien ze daarna misschien dat ze te veel betaald hebben voor mijn bos. Maar ze zijn daar natuurlijk ook niet gek. You give me 15. Oké, thank you very much. Thank you very much. Met de komst van de Nederlandse houtverkopers ruiken de opkoopsters de zaak van hun leven. En hoewel Nederlanders wereldwijd bekend staan als goede onderhandelaars, kunnen ze van deze dames nog wat leren. What do you want to give? Not 10. More. I need more. Because I have to win the game. How much? I'm 7 dollars. Oké, you can have it. 25. 22. Yes, 22. Number 22. Yay! Hoeveel heb je? 22. Zeg niet. First grond taal. Bosje takken. First geplakt. Wie wil hebben? Eurotje de kilo. Wait, Bert, hoeveel heb jij gehad? Huh? Hoeveel heb jij gehad? 12. Ja, habibi, I love you. Give me 40. We hoorden natuurlijk alleen maar hogere bedragen roepen dan de mijne. Natuurlijk heb ik geprobeerd te saboteren toen de anderen aan het onderhandelen waren. Van je zit veel te hoog. 40, hè? 40. Je bent echt heel slecht bezig met 40. Dat is echt veel te hoog. Bijna drie keer te veel. Bert maakt de hele tijd grapjes van je niet weet wat ze waar zijn of niet waar zijn. En ik hou niet van dat het is echt waar zeggen met grote blauwe ogen. En dan eigenlijk gewoon keihard liegen en iemand om de tuin leiden. Die Leo die heeft een stiekem goed gedaan. Wat er is opgehaald. Mogen we niet tegen elkaar zeggen. Heb je meer dan 20? Hoger. 22. Hoger. 25. Hoger. Geloof ik geen zak van. Ja, het is bij mij ook een stuk hoger. Maar ik mag niet zeggen, dat wil ik je wel geven, het is hoger. Bert maar... is de enige die je kan vertrouwen. Ik ga naast Bert zitten. Je bent toch continu op je kievieven van... ik moet niet te veel zeggen. Ja, omdat je weet, het is een wedstrijd. Waar is Wim trouwens, de enige sportheld in ons midden? Wim die zit gewoon lekker bij een koffieshopje. Ja. Lekker een dubbele espresso te drinken. En die kijkt even hoe al die autootjes voorbij rijden. Voetballegende Wim Kieft is nog een heel eind van de markt verwijderd. Op zijn dode gemak laat hij zijn eerste indrukken van Ethiopië op hem inwerken. Het is zo vreselijk mooi hier. Je zit er letterlijk en figuurlijk in een andere wereld. Ik probeer me altijd voor te stellen van... stel nou, je wordt hier gedropt en je ziet geen mensen. Weet je dan waar je bent? Nou ja, je weet dat je niet in Nederland bent. Je weet dat je niet in Europa bent. Maar ja, het is een ongelofelijke schoonheid. Het is echt zo'n klein vrouwtje met minstens zo'n bos als ik heb. En mijn bos viel eraf. En zij heeft dus... met dat hout op haar rug mijn bos vastgemaakt. Ja, maar ja, goed, ik weet niet hoe oud die vrouw is, maar die worden er niet oud mee. Ik ga hem zo dragen. Ik vind het alleen lullig als je... nou ja. Ik wil hem wat, ja, ik wil hem wat geven, maar ja, dat is de kamer erop, dat is zo'n popiopie, hè? Ja. Het is zo'n vreselijk zwaar werk. Ja, kan ik wel lopen zeiken dat ik slechte knieën heb, dat ik ook heb, maar ja. Nou. Als voorlaatste bereikt Marianne de houtmarkt. Die schouders vallen er bijna af. Voor haar de uitgelezen kans om wat aan haar zelfvertrouwen te sleutelen. Ik had een vrij stevige bussel, dus ik dacht, nou, dan moeten we ook wat op kunnen brengen. How much? 30. Huh? 25?
Nou, ik dacht, nou, dat lukt mij natuurlijk nooit. Ik ben geen verkoper. How much? One? Only one? How much is that? 10 10 beer? Another one. This is 9. Tering. For you, my friend, 22. 20. Somebody for 20? Okay. Thank you very much. Nou ja, 20 jongens. Voor 3,5 uur 60 kilo op je nek. Beste pelgrims. Welkom in Addis Abeba, het startpunt van de derde pelgrimscode. Ook dit jaar is er weer 10.000 euro te verdienen voor de winnaar. En hij of zij zal het bedrag weg mogen geven aan een zelf uitgekozen goed doel. Alleen anders dan vorig jaar zal het geld niet in een kist zitten die opgespoord moet worden in een finale. Maar dit jaar ga ik jullie de helft van het totale geldbedrag als motivatie alvast geven. Dat geld ga ik jullie niet cash uitbetalen. Dat wordt jullie uitbetaald in goudstaven. En iedere goudstaaf is 500 euro waard. Met deze eerste opdracht kan er dus al 5000 euro aan goudstaven worden gewonnen. Of verloren. Want als je een eliminatieronde niet overleeft, ben je dus ook al je goudstaven weer kwijt. Ik zie het voordeel of nadeel niet van. Want als je ze toch moet afgeven, maakt het uit hoeveel goudstaven je wint. Het belangrijkste is dat je doorkomt, continu. Dan komen ze vanzelf, komen ze naar je toe, die goudstaven. Of zie ik dat verkeerd? Nou, op het moment dat ik veel goudstaven heb, ben ik natuurlijk ook een interessante prooi. Want als ik geëlimineerd word, dan moet ik mijn goudstaven afgeven. Dus ik zou me aardig tegen me doen, want anders dan krijg je ze zeker niet. En dat gaan we op de volgende manier doen. Jullie hebben hard gewerkt vanmorgen. Jullie moesten hout sprokkelen, meenemen en verkopen. Degene die dat het best gedaan heeft, krijgt 1000 euro. Degene van jullie die dat het minst goed gedaan heeft, krijgt helemaal niets. En de anderen krijgen allemaal 500 euro. Ik ga jullie nu eerst de naam noemen van degene die de opdracht vanmorgen het best heeft uitgevoerd. En die krijgt dus 2 goudstaven. En dat is Pernille. Gefeliciteerd. Ik besefte dat die 2 goudstaven heel fijn zijn om te hebben. Wauw. Goed gedaan. Dankjewel. 2 goudstaven verdient al. Als je doorgaat in het spel. Degene die de opdracht het minst goed heeft uitgevoerd, dat is helaas Marjan. En alle anderen krijgen een geldbuidel met 1 keer een goudstaaf erin, dus 500 euro. Ik baalde als een stekker. Dat had ik helemaal niet verwacht en opgerekend. Jullie mogen allemaal naar voren komen om jullie geldbuidel in ontvangst te komen nemen. Ik baalde omdat ik wist dat ik nu meteen onderaan hing. En dat dat ook gevolgen zou hebben voor hoe ik gekozen zou worden. Want ik heb het minste geld, dus ik ben het minste interessant. Marjan, ik heb 1 lege geldbuidel. Ja. Hij is wel voor jou. Oké. En ik hoop toch dat er wat bij gaat komen. Ja, dat hoop ik ook. Het begint al gelijk zoals ik dacht dat het zou gaan. Nou. Goed. In iedere aflevering zal er weer 1 goudstaaf te verdienen zijn. Daarvoor moet er steeds een pelgrimsmissie uitgevoerd worden. Dat gebeurt in teamverband. Dus ook vandaag. Die teams gaan we zo meteen samenstellen. Zit je in het winnende team? Loop je de kans om een goudstaaf te winnen, zit je echter in het verliezende team, dan heb je het risico om meteen het veld al te moeten ruimen. En dat willen we allemaal niet natuurlijk. Die teams gaan we nu samenstellen. En dat doen we met behulp van dit pelgrimskruis. Die gaat als eerste bepalen wie het eerste lid van team Alpha wordt. Daar gaan wij. Het eerste lid van team Alpha, dat wordt... Christian. Je bent in je element, hè, Lu? Alfa-mannetje. Het eerste lid van team Omega wordt... Monique. Monique werd mijn tegenstander. Ja, het is wel jammer, want ik had eigenlijk wel met Monique ook wel in het team willen zitten. Omdat zij toch heel veel kennis heeft, ook van de Bijbel en al dat soort dingen. Chris. Dat hadden we niet gepland, hè? Nee, dat is niet helemaal de bedoeling. Zoals gezegd, Christian, mag je zelf je volgende teamlid kiezen? Hij is heel moeilijk. Ik kies voor Bert, omdat die het meest gestudeerd heeft. Vriend. Monique, wie wordt jouw tweede teamlid? Sjoerd. Leuk. Ik de oudste en de jongste. Vind ik dat wel weer mooi. Christian en Bert. Ja, we gaan voor conditie.
Dus het wordt Kim. Yes! Monique en Sjoerd, wie gaat het worden en waarom? Nou, we gaan voor Wim, dat hij zo'n doorzetter is. Dat heeft hij vandaag al bewezen. Tot op zijn tandvlees, hè? Team Alpha, wie wordt jullie vierde teamlid? Ja, wij gaan voor Leo. Ja. Nee, Leo is een verrassende jongeman. We gebruiken die fantasie. Mogen het jullie helpen? Ja. Team Omega, wie van de drie? Ja, nou, we go for gold. Dus Pernille. Nou, here's the golden girl. Oh. Team Alpha, wie van de twee nog? Altijd gezellige Aukje. Ik dacht gewoon dat ik het best wel goed gedaan had. Eigenlijk. En ik voelde me zo ontzettend voor lul staan. Team Omega, jullie team wordt compleet met Marjan. Ja. Sorry jongens. Nee. Goed, kom op. De teams zijn samengesteld. Jullie gaan vanmiddag naar de grootste markt van Afrika, naar de Mercato. Je eigen voedsel kopen voor jullie avondmaaltijd. En om jullie nou een klein beetje een indruk te geven wat het inkomen is van de vrouwen van Entoto, die vrouwen die zelf vrijwel dagelijks met die enorme bossen hout lopen te sjouwen, kopen jullie dat voedsel met slechts het door jullie zelf verdiende geld. Wat jullie gaan kopen, dat staat op de boodschappenlijst die ik de beide teams zo meteen ga overhandigen. Jullie hebben dadelijk een uur de tijd om al die boodschappen te halen. Daarna pak je een lokale bus en kom je weer terug naar Entoto. En daar zullen we gaan kijken welke van de twee teams deze opdracht het best uitgevoerd heeft. Dus na deze zware ochtend wens ik jullie heel veel sterkte en succes. Start! De Mercato is met dagelijks 1 miljoen bezoekers de grootste markt van het continent. Het team dat hier de meeste producten van het boodschappenlijstje aankoopt, wint de opdracht. Voor Monique lijkt dit een makkie. Haar team heeft niet alleen het grootste budget. Met haar Egyptische roots voelt Monique zich als een vis in het water op dit soort bazaars. 5 bananas. How much beer? I give you 4. 1, 2, 3. Here you are. Thank you. In principe zou ik hier van de hele groep het beste in moeten zijn. Ik ben niet bang voor die mensen. Ik ben niet bang op zo'n markt. Ik vond het niet hectisch. Ik vond het niet gek. Ik vond het niet druk. Ik vond het overzichtelijk en schoon in vergelijking met Egyptische bazaar. Er zitten vrouwen in mijn team, veel vrouwen. Vrouwen zijn al handig met boodschappen en kruiden en dingen. Lijkt mij mandarijn hoor. Is toch mandarijn? Nee, sinaasappel. Oké, sinaasappel. Hoeveel heb je nodig? 10. Hoeveel sinaasappels? 10. 10. 10. 10, please. How much? 10. Het kan hem Arabi? Arabi? Ik schatte de kansen van ons team wel hoog in. Maar ik had heel goed in mijn achterhoofd de geslepenheid van het team van Christian. Het budget van Team Alpha is krapper, maar Formule 1-coureur Christian Alberts pakt meteen de leiding. Je wilt gewoon niet na 1-2 afleveringen, ja, wil je gewoon niet naar huis. Where fruit? Which direction? That way? Fruit that way. Je wilt gewoon overleven, je wilt winnen. En buiten een gedreven sportman blijkt hij ook nog eens een geslepen zakenman te zijn. Ik denk het beste is de prijzen te vragen. En dan weten we een beetje wat alles kost, weet je wel. Ja, maar verliezen we daar geen tijd mee? Als nou iets heel duur is, je koopt het gelijk, dan heb je gelijk een probleem. We moeten meteen direct vragen wat de prijzen zijn en doorlopen, niet kopen. Kom, schrijf op en meelopen. Kom, let's go. Volgende. Vanaf die prijs kan je verder gaan rekenen van oké, luister, wat zijn de dure producten, wat zijn de minder dure producten? 10 zoete aardappelen. Zijn dat zoete aardappelen? Is sweet? How much for 10? 10 beer. Schrijf ervoor dat die 10 beer. De pelgrims mogen slechts 1 uur winkelen. Maar Christian's tactiek kost tijd. Okay, give back, then. Veel tijd. Give back. We have only 7. Ja, maar oké, gaan we dit echt teruggeven? Nee, doe het niet doen. Jawel, ja. Ja, doe het maar, ze komen nog meer tegen. Ik heb het nog niet gezien. Nee, Christian, dit onderhandelen duurt nu gewoon te lang. Hey, we gaan nu tijd verliezen, jongens. We moeten beslissingen nemen. Moeten we niet gewoon die maiskool verhalen? Ja, ik vind van wel. Ik vind ook van wel. Ja. We zijn nu al bij een paar geweest en ze zeggen allemaal hetzelfde. Dus laten we maar gewoon gaan proberen te kopen. Hier zijn broodjes. Het Omega-team, onder leiding van Monique, zit inmiddels op de helft van hun lijstje. Chocola. Jongens, we winnen, want we hebben meer geld. Dus we hebben broodjes, we hebben rijst, we hebben pasta. En Marjan heeft mandarijnen en bananen. 5 dingen. Alleen groente en bier hebben ze nog niet gevonden. En daarvoor trekken ze naar een ander deel van de markt. Bier voor binnen, heerlijk voor binnen, zegt hij. Dat zei ik al, het is moslimwijk. En ik kom in het Arabische deel. En je komt alleen maar op de straat te schreeuwen. Arabi, verder de bataten, verder de tomaten. Maar iedereen komt me de weg wijzen. Barakem kilo. Oké, Jacob Gidden.
Dus het was zo makkelijk eigenlijk. Ik vond me helemaal thuis. Ik dacht van, nou, laat me hier ook maar een kraampje houden. Dan ga ik iets heel interessants verkopen. Bier bijvoorbeeld, dat hadden ze daar niet. Aardappelen hier, peper. Aardappelen, pepers, heel goed. Hoeveel aardappelen? 10 aardappelen, pak maar. Na lang zoeken beklinkt topzakenman Christian de eerste aankoop voor Team Alpha. 5. Give me 5 back. Come on. Hap erin, go. Je zag iets in Christian loskomen. Hey, dat kostte veel geld, moet een thee hebben. Weet je wel, het zakenmannetje kwam in één keer boven. Yo. Hij werd ook steeds fanatieker. Hey, pasta. Hoeveel? 2, we moeten 1/2 kilo. How much? No. 20? No, we have 10. 10, yes. We have 10. 10. 10. 10. 10. Okay, wait. This one, and this one. 16. En terwijl Christian zich de hele tijd opwindt in de onderhandelingen, is bij het Omega-team het geld op. We hebben pasta, we hebben rijst, we hebben zoete aardappelen, gewone aardappelen, knoflook, groene pepers, rode pepers, sinaasappelen, broodjes. En we hebben geen geld meer. En het geld is op. Ondertussen beseft Christian dat de tijd begint te dringen. En als geboren zakenman komt hij op het idee om de lokale arbeidsmarkt een klein duwtje in de rug te geven. Er is maar één mogelijkheid om te doen, is een lokale jongen te zeggen, oké, hier heb jij 3 beer of 4 beer en jij gaat zorgen dat wij deze producten krijgen. Bring me X. X. I need X. Let's go. You go, quick. And we have no time. X. X I need. Go. X, yeah. Yes. Atekos. Leo, wat staat er nog meer op de lijst? Leo, kijk even naar goedkope artikelen. Wat staat er nog meer op? What's your name? My name is Valletta. Valletta, you are fantastic man. Okay, come on, push you to the limit. Thank you. Give me the egg. Die Christian jongen, die kan soms met dingen uit de hoek komen. Dat ik denk van, oh, daar kan ik nog wel wat van leren. Kom op, even doorlopen. Het is echt een businessman. Eerste klas gewoon. How much you need? Now, you have to say, now. Push. Give me a hand. How much? Na een half uurtje shoppen keert Team Omega terug naar de kampeerplaats met een licht triomfantelijk gevoel. Ik heb er wel vertrouwen in, ja, als ik het feitelijk allemaal beredeneer. Ja, dan moeten we, zij kunnen alleen maar met geluk winnen. Vermogen dat we hadden en onderhandelingen. Nee, maar ik sta bekend als de beste onderhandelaar van de familie, dus ik wil die eer wel hoog ophouden natuurlijk. Ik bedoel, ik zou het vreselijk vinden als mijn vader dit terugziet en zegt, ja, dat kan ik hem heel mijn leven te horen, daar heb ik geen zin in. Thank you very much. Thank you very much. Het volledige budget van Team Alpha raakt uiteindelijk op. Ook zij hebben het niet alles kunnen kopen. We zijn klaar, jongens. Kiss. Klaar. Knap reed. No, we have no money anymore. De vraag is echter welk team de meeste producten van het lijstje heeft meegebracht. We gaan met elkaar afwachten op het andere team. En pas dan wordt bekend wie er wint. En wie er gewoon keihard verliest vandaag. Ja. Voor Team Alpha verloopt de terugweg niet zoals gepland. Hun chauffeur is de weg naar het bos kwijt. Het team komt dan ook pas aan wanneer het al pikdonker is. Ja. Hey, goedenavond. Hey, we hebben even wat boodschappen gedaan. Heel goed. Hi, Bert. Hallo, welkom. Dank je. Team Alpha, hoe is het gegaan bij jullie? Het is fantastisch gegaan. Ik moet zeggen, Chris was de teamcaptain en het is een hele goed, we zijn een heel goed team. Jullie zijn zeer optimistisch, ja, zie ik. Ja. Goed, dan gaan we er geen gras over laten groeien. We gaan naar de bekendmaking van de winnaars van deze pelgrimsmissie. En ik wil allereerst, want jullie waren het eerste hier, aan jullie vragen, Team Omega. Hoeveel ingrediënten hebben jullie weten te bemachtigen? 13 ingrediënten. Ik kijk naar jullie, Team Alpha. Ja, klasse jongens. Chris, ga jij het zeggen? 18! Yes! Yes! Dat betekent dat jullie van mij deze cryptex in ontvangst mogen nemen. Er zit een goudstaaf in. Maar één van jullie die morgen de code kan kraken, die wordt ook daadwerkelijk de eigenaar van de goudstaaf. Maar ik geef hem wel vast aan jullie. Okay. Alsjeblieft. En bovendien gaat jullie team sowieso door naar de volgende ronde. Yes! De teleurstelling zal groot zijn bij jullie, Team Omega. Ja, nou, reken maar. Ja, want jullie waren zo optimistisch en zo... Wij hadden dat niet verwacht. Wij hadden meer geld en wij hadden meer kennis. Ja, maar ja. Als ik ook voor jullie even de consequenties op een rij zet, betekent dat één van jullie morgen op het vliegtuig teruggaat naar Nederland. Morgen al? Eén van jullie. Ah. Ja, en of het nog niet erg genoeg is, gaan jullie ook als verliezers
deze overnachting helemaal voor je rekening nemen. Dat betekent tenten opzetten, bedjes maken en koken voor 10 personen. Maar... Sorry, ik moet even lachen. Dat is nervositeit. Er zat een maar aan. Als tegenprestatie wil ik aan jullie vragen of jullie zo meteen met elkaar willen gaan overleggen. Tuurlijk. Wie van dit team vrijstelling krijgt. Jullie mogen één persoon vrijstellen van eliminatie. Dus één van jullie gaat ook sowieso door naar de volgende ronde. Dat hoef je nu nog niet te zeggen. Dan mag je overleggen en dat wil ik morgen van jullie horen. Dus ik wens jullie heel veel wijsheid. Ik wens jullie heel veel sterkte. Ja. En ik zie jullie allemaal morgen. Tot morgen. Ik wil mijn tent in, jongens. Oh, wat leuk, hè? Nou, we waren overmoedig, hè? We waren overmoedig. Verdorie, en dan juist van hun, weet je, met die grote monden allemaal. Ik heb nog nooit in mijn leven gekampeerd. Dan moet ik ook nog die tent gaan doen en het eten moesten we nog gaan doen. Maar goed, dat hoorde bij de nederlaag. Er staat hier op de tent, het duurt 2 seconden. Nou, dat is heel positief. Zo, goedemorgen. Wie hebben we? We hebben Pernille. Ja, die vind ik wel ook... Ja, vind ik ook. Dus... Ik heb ook wel voorkeur voor Pernille. Ja. En Sjoerd hebben we? Ja, ik heb Sjoerd. Ik heb ook voorkeur voor Sjoerd. Dat is mijn nummer 1. Nummer 1, ja, voor jou. Dan en, hebben we Monique. Ja, die is wel heel slim, hè? Nee, maar je moet ook in een team kunnen werken. En zij wil heel graag... Ja, ze wil graag de leiding nemen. We hebben Wim nog. En we hebben nog... Marianne. Ja, ik vind Wim en Marianne hartstikke leuke mensen. Die zou ik graag bijhouden. Hoe kan je nou een voorkeur al hebben? Laat eens kijken wie gewoon keihard werkt daar. Jij wil het afwegen wat daar gebeurt? Ja. De verliezers zijn zich ervan bewust dat ook hun inspanningen in het kamp beloond kunnen worden. Iedereen zet zijn beste beentje voor, in de hoop de vrijstelling in de wacht te slepen. Dus moeten we opblazen, jongens. Ja, als we het spel gaan spelen, dan ga ik het ook spelen ook. Even een matje blazen. Je bent goed in koken, hè? Ik kan wel aardig koken, ja. Ziek hoe je de tomaat snijdt. Ja. Hoppa. Ja, echt. Het is zalig. Het is lang geleden dat ik zo lekker heb gegeten. Als ze strategisch zijn, kiest ze Marianne. Als ze op sympathie stemmen, dan kiest ze waarschijnlijk Wim. Maar als ze nog wat slimmer zijn en iets meer voor lange termijn kijken, kan ik nog wel heel erg van pas komen. Want ik ben waarschijnlijk de enige speler met zoveel kennis van de Bijbel. En ik mag toch hopen dat het op een gegeven moment wel een belangrijk element wordt in dit spel. Maar goed, je hebt morgen een kans om door te stoten. Ik hoop het wel, ja. Of jullie zijn heel aardig voor mij. Ja, dat kan allemaal, maar zo. Maar daar mogen wij niks over zeggen. Dat begrijp ik. Dit is drijfnat, dat heeft nog geen zin. Nee, maar we moeten eerst het vuur aankrijgen, toch? Ik vind het leuk geprobeerd. Als je moet poepen, succes. Ja. Maar wie slaapt nou bij wie? Jullie slapen ook met z'n drieën. Wij moeten er nog één bij. Een man of een vrouw? Graag een man. Wil je dat ik erbij kom? Ik is goed, kom maar. Dan slapen wij met z'n drieën. Die meiden vonden het gewoon een beetje eng om alleen te slapen. Ja, dan offer ik me gewoon graag op. Ik ben ook niet gek natuurlijk. Nou dames, het wordt een donderdag. Leo? Moet je het niet thuis zeggen dat je met 2 vrouwen het bed deelt? Ja, dat is dan... Want ik vond jou wel heel erg... Ik was heel gretig. Ik wilde net mijn hand opsteken. Toen was jij was mijn vrouw. Ik had mijn spul er al in. Ja. Ik wens jou veel plezier. Dankjewel. Vriend. Als Bertha was gaan liggen, had ik het ook goed gevonden. Dan was ik stikjaloers geweest. Maar het geluk was aan mijn kant. Ik hoop niet dat je snurkt. Nee, dat beloof ik. Goedemorgen, hoe is het met jullie? Wat ik vooral een feest vond, is Sjoerd plezier. Ik heb hem hier horen snurken. De hele nacht door. Waar is die? Ik heb spierpijn, jongen. Ja, maar je hebt meer handicaps. Vertel. Zo lopen kappen. Jij hebt we hebben gewoon vrij uitzicht nu. Alle bomen heb je omgezet. Nee, was ik niet. Wie was dat? Dat was een hyena. Nee. Er waren hyena's en er waren tijgers. Echt waar. Man, je hebt weer een snurk als een echt was. Nee. Terwijl de mannen de natte nacht proberen te vergeten met grapjes en stoere verhalen, zijn de vrouwen in de weer met de inzet van deze dag. Er kan namelijk vandaag weer een goudstaaf gewonnen worden. Maar alleen door de leden van het winnende team Alpha. We moeten straks tegen elkaar.
Ja, spannend. Ik ben hier echt helemaal niet goed in het soort dingen kraken. Ik ook niet. Ik ben niet zo goed in spellen. Ben je wel begonnen? Ja. Ja, een beetje. Het is wel raar, hè? Dat we gewoon straks tegen elkaar moeten. Ja, ja nou, tegen elkaar, zo zie ik het niet. We gunnen het elkaar om beurten. Zo zie ja, ik het meer. Ja, dat is wel zo. Dus als ik dan de eerste goudstaaf... Dan geef je die, dan deel je die met ons. Bedoel je? Nou ja, goed. Nee, dan krijgen wij de volgende keer. Dat de volgende keer. Bert, ben een beetje aan het denken. Ja, niet in de talenten en zo, maar... Een beetje aan Jack Nicholson, maar dan op zijn retour. Op zijn retour, ja. Dat. Heb jij dat ook? Nee. Ja. We gaan er vandoor. Meen je dat? Ja, we gaan... Voor jullie heen willen gaan. We zitten in het wat is dit over hier? Oh, ja. Maar, leuke dingen over jullie gezegd. Ja. Oké. Okay. Ja, ik heb ook niks zo goeds over jullie gezegd. Mooi. Dat die geen laatste kort. Hey, zet hem op, jongens. Dank jullie. Ja, jullie ook, hè. Doei. Team Alpha, nogmaals gefeliciteerd. Ik hoop dat jullie een beetje een goede nacht gehad hebben. Dat jullie uitgerust zijn. Top, top. Want er valt ook voor jullie nog iets bijzonders te verdienen. Je hebt hem in je hand, Bert. Ja. Dus Bert, als je hem aan mij wil geven. Ja, alsjeblieft. Dan zet ik hem hier neer. Dit staat er nu op het spel. Ja. De Cryptex met de goudstaaf. En we doen dat door middel van de eerste Pelgrimscode quiz. Met ieder goed antwoord verdienen jullie een letter. De code bestaat uit 3 letters. Dus je snapt het. 3 goede antwoorden, dan heb je de code. Jullie hebben allemaal een balletje in je hand. Als je denkt het goede antwoord te weten, gooi je zo snel mogelijk je bal in deze traditionele trommel. En jouw balletje ligt helemaal onderaan, mag je als eerste een antwoord geven. De eerste vraag is de volgende. Wat zijn de 4 kleuren van de Ethiopische vlag? Onderaan ligt Leo. Leo, de 4 kleuren van de Ethiopische vlag. Geel, rood, groen en blauw. Je twijfelt. Ja, ik twijfel, ja. Het is wel goed. Zie je. De eerste letter is voor jou, gefeliciteerd. Ethiopië is vandaag de dag een republiek. Maar wat was de naam van de laatste keizer van Ethiopië? En alleen het balletje van Bert belandt op de goede plek. Dus Bert. Haile Selassie. Dat is de laatste keizer van Abyssinie. Is goed. Je hebt een letter verdiend. Gisterochtend werden jullie ontvangen door een priester. Hoe heet die kerk? Mis. Hoe heet die? Leo. Ik weet het niet. Maar toch wel even geoefend met balletje gooien, Leo. Raquel en Elias Church. De stand is dus als volgt. Bert en Leo hebben een letter en de anderen allemaal nog niet. Hoeveel hoeken heeft die kerk? Het balletje wat onderaan ligt is het zwarte balletje. De kerk heeft volgens mij 8 hoeken. Je twijfelt ook enorm, maar het is alweer het goede antwoord. Jullie hebben gisteren hout gesprokkeld, gesjouwd en verkocht. De berg waar dat was, welke berg was dat? Kim? Denk de Rastasham. Niet goed. Christian? En Toto? Is helemaal goed. Christian, ook jij verdient je letter. Jullie hebben gisteren boodschappen gedaan op de grootste markt van Afrika. Hatsch! En er wordt meteen gegooid, dus ik maak de vraag nu even niet af. Het gele balletje ligt onderaan. Leo? Mercato. En dat was inderdaad de vraag, wat is de naam van de markt, Mercato? Je bent de eerste die 2 letters verdiend heeft. 2 letters, jongens. Bam. Nou wordt het nu spannend, want als het gele balletje als eerste erin gaat... en Leo, jij geeft het goede antwoord, ben je degene die de goudstaaf in bezit kan nemen. Ben ik me echt wel bewust. Op het boodschappenlijstje dat jullie meekregen op de Mercato stond olie vermeld. En er wordt al gegooid. Het rode balletje ligt onderaan. Christian. We moesten 20 centiliter olie halen. Je denkt dat dat de vraag was? Ja, dat hoop ik. Ik denk het niet, ik hoop het. De vraag was, om welke hoeveelheid ging het precies? En het antwoord was 20 centiliter. Ja, ook jij hebt 2 letters. Goed gedaan. Ja. De volgende vraag, waarbij ik vooral Aukje even wil oppeppen. Ja. Je hebt nog geen letteren. Wat was het budget van het Omega-team? 103 beer. Want inderdaad was 103 beer, dus ook jij verdient je 2e letter. Na het goede antwoord van Bert, van jou, staan er 3 man als het ware op setpoint. Jullie kunnen alle 3 winnen wanneer je het goed antwoord geeft. En het wordt een korte vraag. Ik vind het heel spannend. Volgende vraag. Ja. Na Alpha komt... Omega. Of mag ik het nog niet zeggen? Je mag het zeggen, maar het is niet goed. Het 2e balletje is van Christian. Christian, als jij het goede antwoord weet te geven... is de inhoud van deze cryptex van jou, want dan kun je de code kraken. Weet je het antwoord?
Nou, Alfa is Bravo. Dat is waarschijnlijk een pilotenalfabet. Ja. Maar dat bedoelen wij niet. Het derde balletje, en hij staat me triomfantelijk aan te kijken, is Bert. Bert, na Alfa komt... Beta. En dat is het juiste antwoord. Gefeliciteerd. De drie bijbehorende letters zijn de letters M-O-I. Je mag hem openen. De goudstaaf is van jou, Bert. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. M-O-I, hè? Ja, dat is de I. Yes, jongens. Ja, ik heb nu twee goudstaven. Ik heb geen idee wat ik er precies mee kan. Maar het zal vast niet in mijn nadeel werken. Maar ze kunnen ook tegen me werken. Dat denk ik ook. Dan neem ik jullie mee naar het andere team, want zij spelen de eliminatieronde. Maar daarvoor gaan jullie nog één iemand heel blij maken. Team Omega, voor jullie is er de eliminatieronde. Het is echt erop of eronder. Eén van jullie zal vandaag nog moeten vertrekken. Alleen, Team Alpha heeft met elkaar overlegd en zij hebben besloten wie van jullie vijven vrijstelling krijgt van eliminatie. En die persoon hoeft deze eliminatieronde niet te doen en gaat sowieso door naar de volgende ronde. Degene voor wie het Alpha Team gekozen heeft is... Pernille. Nou, hey meid. Nou, aan de ene kant vond ik het heel tof. Was ik heel opgelucht. En aan de andere kant voelde ik me er ook eigenlijk heel slecht bij. Want ik voel me een beetje alsof ik het team toch ook wel weer verraden. Hé, hey, te gek. Pernille heeft laten zien dat ze een doorzetter is. En dat ze heel sterk is. Wauw, ik moet even op Mille laten werken. Ik had echt gedacht dat ik gewoon een test ging doen. Echt waar. Ik had het niet verwacht. Nou, ik hoef jullie niet te vertellen. Ethiopiërs zijn de koningen van de atletiek. En hebben het vooral over hardlopen. Wij hebben vanmiddag een wedstrijd hier in de beruchte 4x400 meter. Dat speel je in teamverband en jullie hebben geen team. Nog niet, maar over een half uur wel. Want jullie gaan hier buiten het stadion de straten in om je eigen team samen te stellen. Dus je zult moeten recruteren en selecteren. Degene die van jullie vieren dit het slecht doet, valt af. Zo hard is het. Zet hem op, ga je gang. Ja, ze moeten mensen gaan vinden. Hoezo mensen vinden? Nou, iedereen moet er één rondje en dan moet de volgende overnemen. Nee, maar die Ethiopische rennen onwijs hard, hè. Dat zijn echte lopers. Er staan nogal wat wereldrecords hardlopen op naam van Ethiopiërs. En dat is geen toeval. Hun lichaamsbouw en het trainingsklimaat hebben ze mee. Alleen moeten de echte talenten eerst nog gevonden worden. Can I ask you something? Sjoerd denkt een neus te hebben voor talent. Listen to me. Do you want to run for me? Ja, run. Run for me. In het stadion. Die jongetjes, die kunnen ook rennen. Iedereen kan hier rennen. Ja, four. Ja, ja. Hij liet komen. Oké, oké. Toen zat ik er ineens 25. Dus toen moest ik kiezen. En dat was vervelend, want dan moet je er heel veel teleurstellen. You and you. Ja, ja, ja. Oké. One, two, three, four. Ja. Ik heb er vier. Voor Wim is dit een geknipte uitdaging om zijn ervaring in de professionele sportwereld te gelden te maken. Who is a good runner? Who is fast? The best. The best four here. Who is number one? You two. Je ziet aan de motoriek vaak of mensen het in zich hebben om te rennen. You. En you. Ik heb er vier. And I have to look for four strong boys who can run. En dacht, oké, dit zijn allemaal ongeveer even lang, ongeveer even breed, ongeveer even gespierd. Do you want to join my team, please? Yes. If you win, guys, I will kiss you. All of you. Come, please. I need two more. You can run. Dus toen hebben we ook gekeken naar het schoeisel wat ze aan hadden. Yeah. No, you can't run. You have slippers on, I don't think. Yes. You are okay. You can run on bare feet. No shoes. No. Okay. Sjoerd, die kleine jongetjes op die blote voet, kun je die nou kiezen? Go! Yeah, that's it. Good stretching, hè? Yeah, ja, that's important. Ik vond het heel leuk omdat je aan Wim echt zo ineens de trainer naar buiten zag komen. Ja, het ziet er goed uit. Dit zijn absoluut hele goede jongens. Ik heb er echt wel vertrouwen in. Attention, everybody ready? Sjoerd zal het blauwe team leiden. Marian het gele. Wim coacht het witte team. En voor Monique zullen de rode lopers hun beste beentje voorzetten. 3, 2, 1, go! Ja jongens, daar gaan ze. Hé, hey, die gele die gaat hard. Marianne is geel. Nee. Marianne is geel. Die blauwe die gaat er overheen dadelijk. Ja, echt jongen, op zijn blote voeten hè.
Go for it! Je ziet hoe die loopt, een jongen. Dat is prachtig. Kijk dan in de blauwe shirt. Oh, zijn blote voeten, kijk dan! Die deed ook heel goed. Juist omdat hij het zo serieus neemt, weet je. Ethiopië staat zo bekend om goed rennen. Ik dacht, die rennen dat natuurlijk zo. Maar tijdens de wedstrijd bleek toch wel dat sommige Ethiopiërs het ook best wel lastig vonden, die 400 meter. Die rode haalt het niet. Rood van Monique begon toch wel behoorlijk achter te lopen. Hè? Is dat nou mijn rood achteraan? Oh, wacht even. Geel zal geweest, blauw zal geweest, wit zal geweest. Mijn rood? Waar blijft mijn rood? Down, please! Ik kan beter nog zelf rennen. Ik dacht echt bij de eerste jongen van, ik word helemaal niks. Come on, go, keep go, it go, up. Go, 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 go! Keep it up! Very well! Ja, go! This one. Run! Go on! Kijk die Wim! Dat is een lopertje, ja. Zie. Wim die ziet dat. Die ziet waar het als sportievelingen zijn. You can do it! Come on! Dat gaat hartstikke goed, man. We liggen tweede. Come on! Go! Alright! The last 400! Come on! Heel erg. Go! Come on! You're great! Moeten we nog één keer? Ja, nog één keer. Oh. Maar Monique wel eens sneller voor het laatst, hoor, denk ik. Ja? Volgens mij liggen we derde nu. Ik ben pas blij als die over de streep is. Ik ga niet juichen voordat het zover is. Hé, hey, die gaat hard. Maar kijk eens hoe snel die rode is. Die loopt dus. Oh, dit wordt echt spannend. Kijk hem hard lopen. Haar laatste man, die was onwijs snel. Dit is een Olympische kampioen. Kijk nou. Kijk nou. Oh. Geweldig. Het kan nog, Monique. Come on. Het kan nog. Run, Forrest, run! Kijk, deze jongen haalt het niet. Die is kapot. Ik denk ook dat als die nou maar door blijft rennen. Yay! Great. De sterkste wint. Zo gaat het in een wedstrijd. Kom op! Kom op, jongens! No, you did a great job. You're great. You're great, thank you. Ja. Nou, hallo Nederland. Yes. Thank you. They will send me back to Holland. Now I'm gonna run one round, because I'm gonna get rid of my frustration. Ik was emotioneel. Ik wilde aan het eind ook een rondje rennen, niet alleen maar van mijn frustratie kwijt te zijn, maar ook gewoon om zelf te voelen hoe het is. Ja, ik heb gerend, ik heb geschreeuwd. En dan voel je inderdaad die mokerslag. Ja, wat nou? Ik vind het heel sneu voor Monique. En dat meen ik echt. Maar qua kennis ben ik dan een hele geduchte tijgerstander kwijt. En dat klinkt heel onaardig. En dat is het ook. Hé, hey Wim. Te gek, man. Kom hier. Hey. Nee, te gek. Fijn, hè? Hey, ze gingen hard, hè? De een zijn winst is anders een verlies. Het is zo. Thank you guys. You're still the best for me. Ben je nou verdrietig? Je bent heel lief. Ik vond het ook heel erg. Met haar inzet, met haar ambitie. Zij zou het eigenlijk moeten winnen. Frans is een reden, hè? Ja. Daar geloof ik dan weer in. Team Alpha en vooral Team Omega. De strijd is gestreden. Helaas, Monique. De teleurstelling zie ik op je gezicht, eindigt al in deze eerste aflevering jouw deelname aan de Pelgrimscode. Je hebt in je hand de geldbuidel met erin één goudstaaf. En ik wil je vragen om die door te geven aan een van je andere mede-pelgrims. Nou, de jongste geeft hem aan de oudste. Dat viel eigenlijk wel te verwachten. Waar sta je? Daar. Alsjeblieft. Ik ging jou absoluut kijken. Hij is zo lief. Hè? Hij is zo lief. Hij krijgt mijn goud. Doe er iets goeds mee. Voor je doel. Het is jammer, Monique, maar we gaan door met 9 pelgrims. Wij trekken door met elkaar naar de plek die ooit het centrum was van het rijk van de koningin van Sheba. We gaan naar Aksum. Van de schoonheid. Ik weet niet wat je ziet. Ja, ik ben gewoon bang in het donker. Ik begrijp helemaal niet zo. Christian, breek die kelder af. Kom, niet lullen graven! Oké. Okay. 1, 2, 3! Ja, ik ga mijn eerste goudstaf pakken straks. Waar moeten wij heen? Oh, niks! Hey, we zijn klaar. Wel lang. Nee, dat is niet waar. Jawel! Waterpas is waterpas. Ja, je weet toch ook een huis moet bouwen? Wat een beetje snel. Nee, maar ik ben het helemaal klaar mee. Nee, elimineer me nou nog maar eens een keer. Hun moeder en oma hebben al een jaar of 15 geen contact met elkaar. Als gevolg daarvan, ook de drie zussen, amper contact.